Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. In deze aflevering zullen we inzoomen op een vers uit het boek Sirach. Sirach is een boek in het Oude Testament. En het is geschreven door Jezus ben Sirach. En dat was een Joodse schrijver. En hij was tegelijkertijd ook een soort instructeur of docent op de Joodse academie, ongeveer 180 jaar voor Christus. Op deze academie leerde zij religie en ethiek. Het boek Sirach is niet in alle talen vertaald. Dus als je dit boek graag wil lezen, dan kan je het best in de oude orthodoxe Bijbels kijken. Want daar staat hij meestal wel goed vertaald. En het belangrijkste thema in dit boek is wijsheid. Maar wij zullen inzoomen op een andere vers die mij heel erg aansprak. In het Nederlands gaat hij als volgt. Een gelukkig hart herken je aan een vrolijk gezicht. En dit kunnen we terugvinden in Sirach hoofdstuk 13, vers 26. En in het Engels gaat hij zo. The heart of a man changes the expression on its face. Deze vers vond ik heel mooi omdat hij best wel duidelijk is. Een gelukkig hart herken je aan iemands vrolijke gezicht. We kunnen dit vergelijken met iemand die heel erg veel van zijn werk houdt. Alle klanten en alle werknemers zullen dat zien, want diegene straalt dat uit. Dus als je ergens van houdt, dan straal je dat uit aan de mensen om je heen. En zo is het dus ook met ons geloof. Als wij ons verdiepen in ons geloof, als wij heel erg houden van ons geloof, dan zullen wij dat uitstralen aan de mensen om ons heen. Wij zullen de geur van Christus zijn. Zonder een woord te zeggen, zullen de mensen om ons heen merken dat wij christelijk zijn. Dus als wij een gelukkig hart hebben, dus als wij ons openstellen om God in ons hart te hebben, dan zullen wij uiteindelijk ook vrolijk zijn en dat uitstralen aan de mensen om ons heen. Dus deze vers kunnen we terugvinden in Sirach, hoofdstuk 13, vers 26. En hij gaat als volgt. Een gelukkig hart herken je aan een vrolijk gezicht. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen.